We gaan een groot bureaublad plakken met formica. Als we de formica rondom een centimeter laten overspringen, zetten we hem aan één kant vast met een lat. Zodat hij niet meer kan verschuiven. We gaan hem nu lijmen in twee delen. Dan spuiten we hem in, tweezijdig met contactlijm. We doen het in twee delen. Eerst één helft, dan de andere helft. Nu de andere kant inlijmen. Nu de lijm droog is, gaan we er latjes op leggen om hem te gaan plakken. Om de 15 centimeter. Nu gaan we de andere zijde plakken. Nu nog een keer de andere kant in spuiten. Nu nog even goed aanrollen. Nu nog even de rand afvrezen, gelijk vrezen. De kantafwerking.